Ik doe mee aan het experiment omdat ik al hoor dat er heel veel werken in en rond Gent aan het gebeuren zijn. Wat ik nu merk is dat ik s'avonds al een kwartier tot 20 minuten langer onder de baan ben naar huis. En wel benieuwd of de fiets een alternatief is. Voilà. Ben je klaar voor? Ja. Oké, goed. Dan gaan we beginnen met een bodyscan, Jan. Ik doe eigenlijk niks van sport, dus ik verplaats mij 95% met een auto. Misschien een keer naar de bakker met de fiets, maar de rest gebeurt er helemaal niks. Momenteel ga ik eigenlijk met een autonetwerk. Mijn wagen is eigenlijk een paardenwagen, dus dat is redelijk lomp en groot. Dat is dus mijn auto. Parkeren op Tuzet is ondertussen wel een probleem geworden. Vandaar dat het interessant is, moesten er meer mensen met de fiets komen. Jij die gaat sterven. Voilà, succes! Ik ben sinds 1 maart deskundige natuur bij de provincie West-Vlaanderen. Vandaar dat nu de verplaatsing van Zottegem naar Gent eigenlijk ideaal is om aan mijn conditie te werken. Dat in combinatie met het ecologische verhaal van mijn job, dat leek me eigenlijk de perfecte combinatie. De laatste jaren doe ik eigenlijk zo goed als niets van sport meer. Ik heb het gevoel ook dat mijn mentale fitheid niet meer hetzelfde is als toen. Ik zocht eigenlijk een motivatie om terug een beetje sportiever te worden. Kaka, zolang mogen we proberen volhouden. Heel goed, heel goed. De komende 6 weken zal ik mijn dagelijks leven wel een beetje moeten aanpassen, dus door wat vroeger op te staan. Als wij als personeelsleden al allemaal met wat minder auto's komen, dan is er meer parking voor de bezoekers en zo. Dus ik denk dat dat wel een grote motivatie is. Als ik al een hele dag aan mijn bureau zit en 's morgens een keer niet buiten kom of zo, dan dwalen mijn gedachten nogal snel eens weg. En ik denk dat met het fietsen dat wel een positief effect gaat zijn. Ik denk die 6 weken een verplichting, dat wel een goede motivator gaat zijn en dat ja, meer ontspanning gaat bieden dan dat ik nu zelf denk. Ik heb er wel zin in. Je ziet ook waar we nu staan en ben wel benieuwd waar we binnen 6 weken gaan staan.